Dag iedereen, Jang is hier. Ik zit al een tijdje in mijn hoofd om een tutorial te maken over cuties. Maar dat is er eigenlijk een tijdje niet van gekomen. Nu in het kanaal van Weerliefhebbers op Facebook heb ik al een aantal keren de mensen weten vragen om daar eindelijk een keer iets over te zeggen, omdat ik dat eigenlijk nogal veel post. Nu ik dacht, ik kan dat eigenlijk niet zomaar laten gaan, dus dacht ik van, ik ga er eigenlijk toch maar eens aan beginnen aan zo'n tutorial. We gaan er eigenlijk direct eigenlijk invliegen met de vraag, wat is een cutie eigenlijk? Een cutie is eigenlijk een diagram, zoals je hier ziet, die eigenlijk het verloop toont van temperatuur, de rode lijn, en dauwpunttemperatuur, de blauwe lijn, doorheen de diepte van de atmosfeer naar boven. Dus 1000 millibar, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100. Nu, hoe wordt dat eigenlijk geïnterpreteerd? Daarvoor heb ik een leuke dag eruit gekozen eigenlijk. 25 mei 2009. Iedereen die met meteo bezig is in de Benelux, die zal deze dag nog altijd kennen. Het is een heel zwaar MCS gepasseerd met overvloedige neerslag en enorme bliksemactiviteit. Wat heb ik van deze dag gedaan? Ik heb de GFS reanalysis erbij gehaald en ik heb van de volledige diepte van de atmosfeer van 1000 millibar, hier 1000 millibar, tot 150 millibar, hier in het midden, tot 150 millibar, de temperatuur en de dauwpunttemperatuur in een tabel gestopt. Nu, wat gebeurt er met die tabel? Dat is een beetje analoog aan een weerballon dat men oplaadt. De weerdienst die laat een weerballon op. Wat doet die? Op 1000 millibar berekent gij temperatuur, dauwpunt en windsnelheid en windrichting. Maar deze twee die laat ik eventjes met rust, die hou ik voor een andere sessie. We gaan ons vandaag enkel bezighouden met de temperatuur en dauwpunt, want anders zal deze tutorial nogal een tijdje duren. Nu, wat gebeurt er? Die ballon gaat op. Op 1000 millibar meet jij een temperatuur van 24 graden. Wat gebeurt er dan? Als op een cutie in het diagram zien wij hier de temperatuurlijnen, de isothermen, 25 graden, 15 graden, 20 graden, 10, 5, 0, de vriestemperatuur, min 5, min 10, min 15. We zetten een punt op 1000 millibar, deze lijn zetten wij een punt. 1000 millibar zetten wij een punt op de 24 graden. 24 graden ziet u hier. 25, deze lijn. 25, 24, 23, 22, 21, 20. Ziet u? Dan zetten wij verder een punt. Op de 975 millibar staat er in de GFS reanalysis van deze dag dat het 23 graden was. Wat doen wij? 25, 24. We gaan eentje hoger naar de 975 millibar, deze lijn. 25, 24, 23. Altijd hier aflezen. Deze isotherm aflezen en dan kunt u de temperatuur plaatsen. Op 950 millibar, 23 graden, dat is deze leiding, 950 millibar. Dan zien wij een temperatuur van 23 ook. Nu ga zien, deze liggen eigenlijk op een lijn parallel met de isothermen 25 en 20. Ik zal een keer een lijn trekken, kunnen jullie dat zien? We gaan deze lijn trekken zien, van hier, hupla, hierdoor, die liggen allemaal op één lijn, parallel met de isothermen. Nu, dat is maar om te tonen dat het effectief 23 graden is. Op 925 millibar, hier dus, zien wij een temperatuur van 21 graden. Op 900 millibar zien wij een temperatuur van 20, die ligt op deze lijn. 900 millibar dus, 850 millibar zien wij 16, dat is hier tussen, 16, 15, 16,
17, 18, 19, 20. Op 800 millibar zien wij 13 graden. Hier. 800 millibar hier zien wij 13 graden. Op 750 millibar 10 graden op de lijndruk. En zo verder tot 150 millibar. Wat gebeurt er eigenlijk? Om dat te lezen, nu dat is de opmaak. Hè. We hebben dat dus opgemaakt. Aan de hand van de tabel hebben wij de puntjes geplaatst op de respectievelijke hoogte. Nu, stel nu, je wil dat lezen. Je kiest bijvoorbeeld 500 millibar. Je hebt hier de 500 millibar lijn. Je haalt de isobar af naar rechts. 500 millibar. Hup, 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 hup. Oh, we hebben een temperatuur. Deze temperatuur die volg je volledig naar linksonder langs de isotherm. En daar zien we dat op 500 millibar het min 15 graden zou moeten zijn. We gaan eens kijken in de tabel. 500 millibar. Oh, excuses. 500 millibar, inderdaad, min 15 graden. Nu, we gaan eens naar de 400 millibar. Hier nog eens een steekproef doen. 400 millibar. We gaan de isobar af naar rechts. Wat zien we? We hebben een temperatuur van, het puntje staat hier, we zullen eens een lijn trekken. Wat u altijd moet doen, is een denkbeeldige lijn trekken, van hier, parallel met de isothermen. En zullen we zien dat het ongeveer een min 28 zou moeten zijn. Gaan eens kijken, min 28, klopt dat? 400 millibar, min 28? Ja, dat klopt, ongeveer, hè. Min 28 graden. We kunnen verder gaan. Naar boven. Bijvoorbeeld 200 millibar. We gaan de isobar af naar rechts. 200 millibar. Naar rechts. We zien hier een lijn. We gaan van hier een lijn trekken. Terug parallel met de isotherm. Om te kunnen aflezen wat de temperatuur is. Gelukkig staat de temperatuur hier ook van boven. Anders moet ik helemaal naar onder komen. We gaan een lijn trekken parallel met de isothermen. Dus vermoed ik dat wij ongeveer een, min 61, min 62. Het zal min 62 zijn, zie ik hier in de tabel. Inderdaad, min 62. Zo lezen wij dus de temperatuur af. Nu. Als een ballon opgaat, meet hij naast de temperatuur ook de dauwpunttemperatuur. Zoals ik ook analoog in mijn HFS heranalyse ook de dauwpunttemperatuur heb geplaatst. Analoog aan de temperatuur gebeurt net hetzelfde. We plaatsen punten op de isothermen op de hoogtelijn. Waardoor je kunt zien dat we op 1000 millibar, hier 1000 millibar, een dauwpunttemperatuur van 20 graden. Hier 1000 millibar, we gaan de isobar af naar rechts. We zien de kruising tussen de 20 graden isotherm, 20 graden dauwpunt. Net hetzelfde, we gaan zo helemaal naar boven. En we plaatsen punten op de respectievelijke hoogtes, die u hier in de tabel kunt zien. We gaan nog eens een steekproef doen. Bijvoorbeeld 400 millibar terug. We gaan de 400 millibar isobar af naar rechts. We gaan naar rechts, we gaan naar rechts, we gaan naar rechts, we gaan naar rechts. We zien een reading. We gaan de reading af volledig langs de isotherm naar linksonder. Zien wij een waarde van min 35 als dauwpunt. Klopt dat ongeveer? 400 millibar. Inderdaad, min 35 graden. Nu, zo lezen wij dus temperatuur en dauwpunt af. En omgekeerd, zo wordt de temperatuur en dauwpunt op een SQT aangebracht. Nu, we zien daar allemaal leuke vormen in, maar we gaan eens beginnen babbelen over lapse rates. Wat zijn eigenlijk lapse rates? Lapse rate is eigenlijk net hetzelfde als de SQT zelf, is een verloop van temperatuur per hoogteafname. Nu, we weten allemaal dat een
lapse rate stijl kan zijn of niet. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Een stijle lapse rate. Wat is dat eigenlijk? Stijl. We gaan eens een steekproef doen. We zien hier een punt. 850 millibar. Tussen 800 en 900. 850 millibar. En 750 millibar. De lapse rate, het verloop van temperatuur per hoogte tussen 850 en 750, is minder sterk dan de afname in temperatuur tussen 750 en pakweg 600 millibar, zoals je hier kunt zien. 600 millibar temperatuur hier. 850 millibar temperatuur hier. De lapse rate tussen 850 en 750 is minder steil dan u hier ziet, dan 750 tot 600, omdat de temperatuur sterker daalt dan hier. De lapse rate van dauwpunt, de dauwpunt lapse rate, tussen 900 en 800 millibar is enorm steil, omdat die enorm snel, omdat de dauwpunt temperatuur enorm snel daalt met hoogte. De lapse rate van 800 millibar naar 700 millibar van dauwpunt is veel minder steil, want u kunt zien dat de dauwpunt temperatuur veel minder sterk afneemt. Tussen 700 en 600 millibar ziet u dat de dauwpunt lapse rate nog minder steil is. We zien wel nog een afname, maar we zien hier op 700 millibar zien wij hier eens kijken in de tabel, min 6. En op 650 millibar zien wij een min 7. Dus de lapse rate is nog altijd dalend, maar totaal niet steil. Nu, als wij terugkijken van naar de 400 tot de 600 in de dauwpunt lapse rate, zien wij terug een steilere afname, een sterkere afname. Nu, dat zijn eigenlijk lapse rates. Is dus de temperatuur daling per hoogte. De volgende keer zullen wij de instabiliteit bespreken. Conditionele instabiliteit, absolute stabiliteit, absolute instabiliteit. Zullen wij dat linken aan CAPE en instabiliteit. Verantwoordelijk voor onweer. We zullen labels toevoegen hoe wij de wolkenbasis kunnen bekijken. Dus net hetzelfde is eigenlijk altijd lijnen trekken parallel met, bijvoorbeeld parallel met de mixing ratio lijn, daar zullen we het volgende keer over hebben. Lijnen trekken parallel met de dry adiabatic lapse rate, dat is deze lijn, of de droog adiabaat. En lijnen trekken met de moist adiabatic lapse rate, de vochtadiabaat. Maar daar zullen we het allemaal volgende keer over hebben. Nu wou ik het enkel hebben over het temperatuurverloop en wat de meest belangrijke lijnen zijn. De temperatuurlijn, zoals u hier kunt zien. En de dauwpuntlijn op een SQT. Dus hou je klaar voor de volgende episode. Die zal binnen enkele dagen misschien wel online komen. Bedankt om te luisteren. Goeiedag.